We zijn hier in Vreeland, aan de Vecht, heel rustig. Volgens mij betekent Vreeland vredig land. Nou, dat klopt ook helemaal. Het is hier erg landelijk en daardoor zeer inspirerend. Je wordt niet afgeleid door back noise. Als je dus midden in de stad zit, is het toch altijd erg druk. Of zoals we vroeger op een kantoor zaten, was het ook toch altijd veel met verkeer erlangs. En hier is het niet altijd, maar meestal is het hier ontspannend rustig. Nou, dit is een ontwikkelingslaboratorium waar je producten maakt, ontwikkelt. En ik heb eigenlijk maar hele simpele dingen nodig. Inspired by Nature wil zeggen, ja, daar valt zo waanzinnig veel te ontdekken wat de natuur allemaal doet. En ik wil niet zeggen wat de natuur altijd doet is wel gedaan, maar het is allemaal behoorlijk in balans. Ik voel me enorm met de natuur verbonden. Ik heb gemerkt dat in de natuur dingen toch veel ordelijker en beter gebeuren als de manier waarop wij het bedenken. Als wij dingen bedenken, zit er vaak ook een grote schadekant aan. En als wij de natuur volgen, dus laten we zeggen, als we op een analoge manier leven met de natuur mee, tenslotte zijn we daar een onderdeel van, dan past alles goed in elkaar. En dan zijn we ook happy. En van daaruit groeit vanzelf een vision for health. Ik ben namelijk erg in gezondheid geïnteresseerd. Want ben je gezond, dan functioneer je lekker. En dan is leven de moeite waard om geleefd te worden. En dat heeft met de functies van het mens zijn te maken. En dat heeft te maken met ademhalen, voeding, bewegen, rusten, waarnemen, denken. Dat zijn de belangrijkste functies van het menselijk bestaan. Wat ik daar uitgelicht heb, is voeding. Dus laten we zeggen, crème is een voeding voor de huid. Ja, de huid voor mij is een dynamisch membraan. Het brengt in contact met de buitenwereld. Dus de scheidingsgrens is de huid. Met die huid gebeuren veel dingen. Je voelt via je huid. Het regelt de temperatuur van je lichaam. Er zitten allerlei sensoren die dat doen. En de kwaliteit van je huid geeft dus ook je lichaamsconditie weer. Je huid is ook als het ware het visitekaartje van je gezondheid, van je vitaliteit. En daarom is het natuurlijk heel belangrijk dat je die huid goed verzorgt. Het is natuurlijk heel belangrijk om naast zo'n stukje huidverzorging wat lokaal is, ook te zorgen natuurlijk dat je heel goed eet. Je lichaam is geen allesverbrander, je kunt er niet alles maar in stoppen. En dat heeft dus, je moet erg goed letten op de kwaliteit van je voedsel. Wat eet je? Is het bespoten en niet bespoten? Zijn het biokippen? Let op het kookproces. Dus als je je huid en je lichaam goed wil voeden, dan is het heel belangrijk dat je daar ook heel selectief mee omspringt. In mijn leven heb ik me toch voor mezelf een studie gemaakt van waarnemen en denken. En waarnemen is eigenlijk allicht aanwezig zijn. En dat houdt in dat je je zintuigen gebruikt. Want waar neem je mee waar? Dat is met je zintuigen. Je kunt niet waarnemen met denken. En waarnemen brengt je onmiddellijk in contact met de werkelijkheid. Puur zoals het is. Dat is nog een ander heel leuk aspect van waarnemen. Of van dat waarnemen doe je met je zintuigen. Maar genieten doe je namelijk ook met je zintuigen. En ja, dat willen we eigenlijk allemaal. We willen allemaal genieten van het leven. Nou, ik ben aan de slag gegaan omdat ik het niet kon laten. Voor mij is product ontwikkelen ik durf haast wel te zeggen, een levensbehoefte. Ik vind het zo fascinerend. En ik kan er zoveel van mijn energie in kwijt. Ik krijg er ook weer zoveel energie van terug. Ja, daarom kan ik het eigenlijk niet laten. Ik word er ook gelukkig van. Ja, ik vind contacten met mijn gebruikers vind ik heel belangrijk, want ik wil natuurlijk graag weten hoe ze mijn producten beleven en ervaren. Of ze nog bepaalde wensen hebben. Ik wil natuurlijk, als ik producten voor mijn gebruikers maak, wil ik daar zoveel mogelijk bij betrokken zijn. Want dan maak ik ook de beste producten. Hè? En dan krijg ik ook wel eens ongezouten kritiek en daar kan ik gelukkig vrij goed tegen. En dan probeer ik dus gewoon, als het mogelijk is, mijn producten daarin aan te passen. Of ik maak er een nieuw product uit. Maar voor mij zijn al die reacties van gebruikers zijn voor mij stimulansen om het weer eens van een andere kant te bekijken.
En daardoor krijg ik uiteindelijk een veel evenwichtiger product.